to the top, and I'm too tired to rock. Wie ben jij en waar sta je voor? Mijn naam is Maurice Vossen. Ik ben regisseur, dus een van de mede-organisatoren van Koe en Wij. Wij proberen samen met een 60-tal melkveehouders die in wat extremere situaties zitten ten aanzien van hun bedrijfsvoering, bijvoorbeeld een automatisch melksysteem, een hoge productie, een kleine huiskabel of een grote koppel koeien, proberen wij te kijken waar de knelpunten zitten ten aanzien van bewijding. En die proberen wij in die groepen, dus dat zijn 4 groepen van 15 deelnemers, proberen we die knelpunten op te lossen. En hoe wil je dat dan bijvoorbeeld gaan doen met een robot? De robot in kant zetten? Nou, dat is nou net de groep van een andere regisseur. Wij gaan met die 15 ondernemers met elkaar discussiëren. Als we zelf onvoldoende kennis hebben, dan halen we daar een deskundige bij. En dan gaan we kijken of we nieuwe bewijdingssystemen, andere bijvoedingsmethoden kunnen bedenken. Om weidegang te kunnen combineren met wat ik net noemde, de automatische melksysteem, de hoge productie, de grote koppel of de kleine huiskabel. En lukt het al een beetje? Dat gaat goed. We zijn een half jaar zijn we nu bezig, dus met 4 praktijkgroepen. En de groepen doen, nou in ieder geval creatief zijn ze aan het zoeken naar oplossingen. We komen een keer of 8 ongeveer per jaar per praktijkgroep bij elkaar op de bedrijven. Dus dat is van Zuid-Limburg tot en met het noorden van Friesland. En kijken we hoe dat onze collega's dat doen. En ik ben er vast van overtuigd dat de meeste kennis en ervaring zit bij de melkveehouders. Dus die proberen we uit te wisselen en vervolgens naar het grote publiek, dus naar de melkveehouders in heel Nederland te communiceren. Ik zag hier buiten al de Titan melkrobot ook op een soort aanhangwagen staan. Nou. Is dat ook een idee van jullie toevallig? Nee, geen idee, maar het zou natuurlijk schitterend zijn als dat ding straks midden in de wei te plaatsen is. Nou, hij kan het op een aanhangwagen doen, dus hij kan het ook gewoon in landen. Ja, nou goed, alle vormen die in ieder geval in de praktijk goed uitvoerbaar zijn, die gaan wij bekijken. En nou, de groep met de melkrobot, het AMS-systeem, daar ben ik toevallig zelf geen trekker van, maar die zullen met name gaan op zoek gaan naar systemen met combinatie met het melksysteem. Ik zit zelf bij de hoge melkproductiegroep en de hoge melkproductiegroep is met name dan kijken hoe hou ik mijn productie op peil bij weidegang en mijn ureum in ieder geval op het juiste niveau. Oké, bedankt. Graag gedaan.